Ja, la, 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 la. Een hele, hele, hele goede morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zijn we weer, zondagmorgen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vanaf deze zondag is het dus gewoon klaar. Nou, vorige week onder ik al, maar... vanaf deze zondag is het sowieso een zomerstop natuurlijk. Maar ook geen voetballen meer. Tenminste, in zoverre. Tussen haakjes. Maar goed, wellicht dat er later wat meer duidelijkheid over gaat komen. Maar goed, voorlopig is het vandaag ook de dag voor mij dat ik 25 jaar getrouwd ben. Lang zal het leven, lang zal het leven. Of is het of iets anders, dat mag ook. Maar in ieder geval, vanaf vandaag 25 jaar getrouwd. Oh ja, jongen, hoe gaat de tijd? Toch gaat. Maar goed, wil ik niet al te lang bij stilstaan. Eén ding, we gaan vanavond wel even lekker uit eten met z'n allen. Nee, tenminste, qua gezin. Dus dat. Goed. Vrijdagavond, lekker feestje gehad. 7 tegen 7 toernooi, hebben we achter de bar gestaan. Was een gezellig avondje weer. Was weer een gezellige avond. En dan heb je de achter de bar staan, dat is toch wel iets apart. Dan heb je het even druk, dan moet je even alle zuilen bijzetten. Dan is het even wat rustig. Maar in zijn algemeenheid is het gewoon leuk om dat te doen. Gewoon om, ja, weet niet. Het is gewoon leuk. Gewoon leuk om te doen. Dus, maar ja, dan kregen we te horen dat dat wellicht voor de laatste keer is. Want de dames die dat altijd organiseren, die gaan ermee stoppen. Door welke omstandigheden of toedoen dan ook. Maar ze hebben in ieder geval aangegeven dat ze gaan stoppen. Dus, er moet vervolg op komen. Want het is gewoon te leuk om dat te laten schieten voor Juliana. Er moeten natuurlijk wel mensen zijn die daarvoor voor openstaan om dat te willen gaan doen. Het is natuurlijk niet makkelijk, want je moet natuurlijk van alles organiseren, je moet sponsors organiseren. Het is een op zich staand iets. Het is niet wat geïnitieerd wordt door Juliana zelf, tenminste in zoverre. Er moet het een en ander aan gebeuren en dat is best wel complex. Het is niet zomaar eventjes, je pakt een draaiboekje en gaat eventjes erachter zitten. Je hebt te maken met teams die inschrijven, die dan op het allerlaatste moment weer afzeggen. Moet je je indeling weer anders maken, noem maar op. Ik heb dat in het verleden ooit bij badminton meegemaakt. Daar hebben we ook een jeugdtoernooi in elkaar gedraaid. Nou, daar komt heel veel bij kijken. En dan hadden we niet eens te maken met echt sponsors of zoiets eigenlijk. Maar in deze heb je gewoon, ja, je hebt sponsors nodig, wil je iets organiseren, je hebt sponsors nodig voor de muziek, voor noem maar op. Dus ik kan me indenken dat best lastig is. Nou hoor ik jullie natuurlijk denken van, waarom doe je dat zelf niet dan? Dat is dus niet aan orde. Daar kan ik helaas niet in participeren, zoals we dat wel eens mooi noemen. Ik ga niks doen. Ik wil alleen wel even laten weten dat dit gaande is en wellicht dat er mensen dan toch zoiets hebben van hey, misschien via laten weten dit is mogelijk of dit kunnen wij oppakken of noem maar op. Dus nogmaals, het zou eigenlijk jammer zijn als dat feestje niet meer doorgaat. Er waren 9 dames teams, dus dat is best wel veel voor dames. Ik weet alleen niet hoeveel heren teams dat er waren, maar het was in ieder geval druk genoeg, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk altijd jammer dat er dan weer uiteindelijk toch op het allerlaatste mensen gaan afzeggen, teams gaan afzeggen, door welke omstandigheid dan ook. Dat is altijd vervelend. In welke sportdiscipline dat je dat ook hebt, er zijn altijd wel mensen of teams die dan op het allerlaatste moment afzeggen door welke omstandigheid dan ook. Goed, dat gezegd hebbende. Motor. Ik sleutel mij van klein dilemma naar dilemma's. Het zijn van die kleine klote dingetjes die me overkomen
zodat ik uiteindelijk toch weer iets anders moet gaan doen om... Deze failure heb ik zelf veroorzaakt, mijn eigen stomme schuld. Gewoon even niet meer nagedacht en in één keer plonk en toen viel er iets in het motorblok. En toen was het kloten. Dus dan mag ik nog verder gaan sleutelen. Maar goed, in de hoop dat dat het allerlaatste is wat ik dan kan gaan doen. Of tenminste, wat ik nodig heb om uiteindelijk mijn auto weer... mijn motor weer te laten rijden. Dus, vandaag wordt het natuurlijk niks. Want zoals ik al heb aangegeven, vandaag ben ik 15 jaar getrouwd. Dus er zullen wel wat mensen op visite komen. En we houden overigens geen feest. Dat is natuurlijk... aan de ene kant is het jammer dat dat niet kan, maar goed, het moet wel kunnen. Door allerlei toestanden hebben we besloten om het niet te doen. We hebben het natuurlijk met 50-jarige feest van mijn vrouw hebben we behoorlijk redelijk uitgepakt, zeg maar. En om dan nu weer een feest te geven. Goed. Ik ben weer thuis, ik ben weer terug en dan ga ik afsluiten. Dus voor deze zeg ik in ieder geval even duimpje omhoog, even abonneer op mijn kanaal. Zeg het voort vanwege dat 7 tegen 7 toernooi. In de hoop dat er mensen zijn die misschien aangeven bij mensen van God, heb je daar gehoord, dit en dat, bla bla, pak het even op. Pak die handschoen op en ga ermee aan de gang. Goed, voor nu nogmaals de groeten, tot de volgende vlog weer. Ik verwacht gewoon volgende week. Zoals ik al zeg, ik probeer het in ieder geval gewoon door te gaan. Misschien ga ik juist wel wat meer langere vlogs maken die ik dan wel in elkaar knutsel. Maar dan moet ik even kijken. In ieder geval, deze blijft er in ieder geval in. Zolang ik op de zondagmorgen blijf sporten en kan blijven sporten, is het helemaal goed. Helemaal prima. Ik zeg de groeten. Top. Duimpje. Duimpje. Abonneren. Tot de volgende keer. Ik zeg ciao.